we helaas alweer aangekomen bij het laatste stuk van vanavond. Dat is namelijk Smoke on the Water van de band Deep Purple. Dit nummer is uitgebracht in 1972 en verwijst eigenlijk naar gebeurtenissen waarvan die band Deep Purple getuige is geweest. Want zij waren namelijk uitgenodigd op 4 december 1971 voor een optreden van Frank Zappa in het theater en het casino van Montreux. Tijdens het optreden vuurde iemand uit het publiek een lichtkogel af, waardoor er een brand uitbrak en het theater volledig afbrandde. De rook verspreidde zich daarmee boven het meer van Genève en zie daar Smoke on the Water. Tot zover de aankondiging, dan nu een stukje publieksparticipatie. Ik hoop dat u al uw twee handjes bij zich heeft vandaag, want die gaan we eens eventjes tegen elkaar aanklappen. Doet u mee? Ja, en dan kan zo'n fantastische dag natuurlijk niet zonder een aantal mensen daarvoor even te bedanken. Ik geloof dat er een aantal presentjes waren. Ik kijk even de zaal in. Ah,